Nou, ik zit hier met Diederik Boer, outkeeper van onder meer PEC Zwolle en Ajax. En Diederik, stel jezelf maar even voor. Nou ja, ik ben dus Diederik. Ik heb een carrière gehad bij Zwolle en bij Ajax. Ik ben nu inmiddels 39 jaar en ik ben nu werkzaam in de jeugd bij PEC Zwolle. Wat me op dit moment hartstikke bevalt. En wat doe je dan onder meer bij PEC Zwolle? Ik ben verantwoordelijk voor de keepers van de bovenbouw. Dus die begeleid ik en train ik. Dus dat is onder 15, 16, 17 en 19. Dus daar ben ik op dit moment heel druk mee. En is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En vroeger had je, neem ik aan, altijd al als droom om profvoetballer te worden. Maar ook al om profkeeper te worden, of? Iedereen begint eigenlijk als voetballertje. Alleen ik kwam er al heel snel achter dat niet zou worden. Dus toen heb ik je handschoenen maar opgepakt. En dat was een... Dat ging, ging me een stuk beter af. En tot ik op 14-jarige leeftijd richting PEC ging. En uiteindelijk de hele jeugdopleiding doorlopen heb. En uiteindelijk het eerste elftal gehaald heb. En dat wel een jaartje of 10 volgehouden. Ja, vanuit die kant heb ik hier de bekerfinale mogen spelen. En winnen met PEC tegen Ajax. Daarna de Johan Cruijffschaal nog gewonnen met Zwolle Europees voetbal gespeeld. En